Nou, Pearl was dan een hele poos ziek. Dat wisten we allemaal. En we wisten ook dat dit moment eraan zat te komen. Ik werd eerder, een paar dagen eerder, ook gebeld door zijn zoon Pearl Junior. Die aangaf dat het, zeg maar, slecht ging met Pearl. En dat we ons moesten voorbereiden eigenlijk op het ergste. Maar toch, desalniettemin was het een shock als je dat hoort. Hè? Pearl was een stomvoet van ABC. Een zeer geliefd persoon. En het is daarom ook heel, zeg maar, het bericht van zijn overleden is niet alleen bij mij als een shock overgekomen, maar bij alle ABC'ers. Pearl is inderdaad een man van het eerste uur. Hij begon in 1975, dat is 45 jaar geleden. Als je een calculatie maakt, was hij zelf 31 jaar. Heeft hij zich toen aangemeld bij Ampie André Kamperveen. En hij was geselecteerd als een van de mannen die zou starten als omroeper bij ABC in 1975. Nou, in die fase is hij dan gaan groeien. Hij is zich gaan ontwikkelen, want in de eerste instantie deed hij veel omroepdiensten. Hij had een prachtige stem, een volle basstem. Hij is zich verder dan gaan ontwikkelen in het bedrijf als nieuwsmaker, nieuwspresentator, lezer, als een allround man in het bedrijf. En ik zal het ook nog wat aangeven. Pearl heeft ook de laatste uitzending in 1982 verzorgd. Die nacht, toen daarna het station in brand gegooid is. En op een laffe manier het station kapot gemaakt is. Daarna had je dan de hele stille periode van ABC, 10 jaar. In die tijd heeft hij, heb ik begrepen toen, hè, gewerkt voor Caras Broadcasting. En toen wij terugkwamen in 1993... stond hij op de stoep bij ons. Hij zegt, ik ben weer terug bij mijn station. Hij heeft zich toen aangemeld en is toen weer gestart bij ons. Pearl was een veelzijdige radiomedewerker. Hij deed het redigeren van het nieuws, een nieuwspresentatie, nieuws lezen, verzorgen van ABC Actueel, verzorgen van Magazine 4, verzorgen van welingerichte kringen. Nou, zo veelzijdig. Het is echt een stomvoet van het bedrijf. En terecht heeft Gerald Febers hem toen de naam gegeven van rots in de branding. Dat was hij inderdaad. Pearl was een mannetje die een prijs stelde dat alles goed gebeurde. Hè. Hij monitorde ook de uitzending constant. Was een man van tijd. Het nieuws moet op tijd beginnen, alles op tijd. Hij heeft heel veel mensen ook opgeleid bij ABC, bij het nieuws. En hij was er altijd. Ik kan me geen dag herinneren dat Pearl er niet was. Je wist, hij was in het onderwijs. Om 1 uur komt hij aanrijden. 10:50 zit hij op zijn kantoor en hij begint meteen te werken. Tot hij weer weggaat. Geen tijd voor grapjes, no jokes. Echt een correcte, betrouwbare, loyale medewerker. We zullen hem ook een plek geven bij ABC. Een man die zich heeft ingezet voor het station. Met name na het overlijden van Johnny. Die was, de as van het bedrijf, heeft Pearl zich extra ingezet om dat te helpen opvangen. En dat is, hebben we bijzonder gewaardeerd. We verliezen met het heengaan van Pearl een zelfmede. Het is geen man die een journalistieke opleiding gehad heeft, maar hij heeft zich zodanig ontwikkeld dat hij velen heeft kunnen opleiden. We zullen hem missen. Ik wil ook zijn vrouw Ilse en de kinderen, kleinkinderen condoleren en sterkte toewensen.